Huawei is het bedrijf dat het meeste geld heeft om op een gegeven moment markt te veroveren. En dat zie je ook aan deze stand. Een gigantische bak. En wat laten ze daar nou gewoon zien? Enerzijds hebben ze natuurlijk heel veel back-office apparatuur, netwerkapparatuur. Maar nu een nieuwe smartwatch. Wat is er nou nieuw aan? Vooral dat 4G ingebouwd zit. Je hebt de Gear 2 zit er gewoon in. En hij ziet er weer gewoon aardig uit, hoewel ik dit niet zo mooi vind. Maar deze gebruik je zonder telefoon. GPS en 4G ingebouwd. En er moet dus ook een nano sim in. Dus je kunt dit ook gebruiken voor fitness improvement, hartslag, aerobics. Zonder je telefoon bij je hand te hebben. Je kunt zien of je het goed hebt gedaan. En allemaal mooie views. Fitness is toch wel gewoon de standaard tool waarom je dit ding wil hebben. Gisteren werd de P10 geïntroduceerd, de P10 of de P10 Plus. En wat is er nou nieuw aan? Leica heeft nieuwe camera's erbij gezet. 20 megapixel monochroom, een 10 megapixel voor color en een 8 megapixel camera voor geweldig mooie shots. Dus ja, hij is sneller, hij is mooier, maar vooral samenwerken met de camera met Leica. En ook in allerlei kleurtjes, allemaal met design hebben ze eraan gewerkt. Dat het ding sneller is, dat hij beter is, is niet meer zo belangrijk. De camera en op een gegeven moment de kleuren en het design is belangrijk. En omdat je gewoon eigenlijk niet meer zo'n watch moet hebben, connecten naar je phone, kun je hem heel makkelijk gebruiken om op een gegeven moment vertalingen te gaan doen met Google Translate, te gaan mobiel te gaan betalen, zonder dat je de telefoon hoeft te hebben. Dus dat is zeg maar het nieuws van Huawei. Ja, en Huawei is helemaal gek van design. Natuurlijk is er ook een box om hem gewoon op te bergen. Heel erg duur en heel mooi. Dit kan mij toch niet bekoren. Maar Huawei is echt degene die nog een beetje probeert aan de man te timmeren. En dat gaat dus wel aardig goed. Veel geld tegenaan. En bij Samsung Galaxy World, we hadden al gezien de VR. Maar ze hebben hier een nieuwe tablet. Een nieuwe tablet en een nieuwe VR-bril. Dat is eigenlijk het nieuws van Samsung. Eigenlijk dus niet zoveel. De nieuwe 8 die komt in maart. Dus die is hier niet geannonceerd. Blijkbaar hadden ze nog wat meer tijd nodig om gewoon een apparaat te maken wat niet explodeert of ontbrandt. Weer gigantisch druk.